lag er een briefje in de auto. Hey, vanwege mijn werk konden we niet even lekker kletsen, dus... Nee! Ja. Roy, is onze tweede date nou serieus naar de kermis? Nee. Dit is zo erg. Oh, oh. Hey, hallo en welkom bij deze nieuwe vlog. Jezus, jongens. Dit weer. Piep dat allemaal. Ik vind dat echt geweldig. Als het zulk weer is. Zo lekker. Anne en ik zitten lekker op het balkon. En het doet me zo aan de eerste dagen toen ik hier kwam wonen denken. Toen zaten we ook zoveel op het balkon. Echt niet normaal lekker. Je zou bijna denken dat vloggen spontaan gaat. Maar ondertussen heb ik een hele setup gemaakt. Anyway, ik wou Anne net een verhaal gaan vertellen. Dit is echt hilarisch. Ik mocht gisteren Donsen roegbakje lenen. Ja. Die Opel Corsa. Mm-hmm. Dat is echt gewoon net een bakblikje. En ik had een soort borrel, vrijdagmiddag borrel van Shushu. En dat is een rosé van Bas Smit en Nicolette van Dam. En sinds kort zit ik bij hun management. Ik kom daaraan in dat roegbakje, maar eerst ging ik een beetje tussen, een beetje binnen doorweggetje. Mm-hmm. En hun kantoor staat in Huizen. En dat is gewoon een huis, een normaal huis. Bijna een villa. En luister dan, ik rijd daar door dat dorp heen. Staat de Porsche voor de kaaswinkel. Zo'n dorpje is dat. Niet normaal. En dan rij je daardoor. Grote huizen. En ik reed met die auto. Ik hartstikke gespannen om die auto goed neer te zetten. En waar de hel kan ik hem parkeren? Ja. Luister dan. Staan er 8 mannen. In pak. Met een zonnebrilletje. Die staan er. Ik denk, oh, die horen ook bij het feest. Die hebben een beetje zich afgezonderd. Die zitten even te roken of zo en gaan zo weer naar binnen. Dus ik wacht nog even rustig in de auto. Ik zag een plekje naast de weg. Ik denk, jut, rechts afslaan. Hij stond ook nog scheef. Ik denk, volgens mij, de helft van de weg moet afwijken om niet mijn achterkant te raken. Maar oké, ik sta. Ik bleef nog even zitten in die auto, want ik hoopte dat al die mannen weg zouden gaan. Ja. Yeah. Stap ik uit. Blijven al die mannen heel awkward wachten. Dus ik begin maar mezelf belachelijk te maken. Jullie zouden ook wel denken, een blonde trien die hier komt aankakken, die niet kan parkeren. Zeiden, zullen we hem voor jou nog eventjes goed wegzetten? Zullen we hem nog even parkeren? Maar het was Park Valley, dat is zo'n service dat ze gaan parkeren voor je. Ja. Dat hadden ze gewoon. What the fuck? Met z'n 8? Ja, 8 van die mannen. Maar luister, ik had echt, dat ding valt nog net niet van ellende uit elkaar. En weet je wat daar staat? Een blauwe Porsche, een witte Porsche, een zwarte Porsche, een groene Porsche. Alles. Echt elke dure auto die je kan bedenken stond daar. En ik kon aan maar van wie zijn die dingen dan? Ja, al die mensen die daar kwamen. Er kwamen gewoon hele leuke mensen, maar ik kwam daar ook en het was net alsof leuk, ik... Ja. Ja, alsof ik een soort Ooise vrouwen scène binnenliep. Vond wat het fantastisch. Ja, ja, het was echt, het was zo mooi en die tuin was groot en het was goed geregeld en het was gezellige sfeer. Ik heb hier wel een filmpje voor jullie. Hebben jullie er ook een beetje een beeld bij, maar ik vond het zo grappig. Kwam ik die auto weer in, lag dit er. Lag er een briefje in de auto met op de achterkant. Hey, vanwege mijn werk konden we niet even lekker kletsen, dus... Nee! Ja. Nee! Dus volg ons toe op Instagram en dan 2 namen. Dus ik ga stuk, ik al helemaal awkward uit die auto. Die auto helemaal onder de hollaren en hun hebben mijn auto weggebracht. What the fuck, joh? We kunnen wel even kijken hoe ze eruit zien. Dit is jouw type. Nee. Jawel. Nou, niet helemaal, maar wel een beetje. Baas, dit is toch niet mijn team. Jawel, jij houdt van net iets te kiezen. Oh, mannen. Deze! Oké, we gaan die andere nog even opzoeken. Privé. Godverdomme. Schreeuw eens even iets leuks naar de jongens. En wat dan? Eén denken. Zeggen hey! Oké, hoe... Snitsen! Snitsen! Luister dan. Wij zagen een filmpje van Rijn. Rijn heet hij toch? Rijn. Rijn van Main Street. Hij zat in Main Street en hij heeft echt grappige TikToks. Luister dan, zegt hij, op alles kan je snitsel zeggen. Ah, lekker gesnitseld. Ja, snitsel! Oh, jij ziet er echt snitsel uit. Snitsel? Snitsel wat? Ja, dat is snitsel. Goed verhaal. Zo leuk mensen kijken. Zij ziet er cool uit, vind je niet? Ze ziet er cool uit. Ja. Leuk, zo'n wit tasje. Maar ik vind dit niet echt, ik zou het zelf nooit aan doen. Nee, maar jij bent ook even net anders. Kijk, die heeft ook leuke krullen. Zie je die? Ja. Heel cool. Hij is ook wel een gekkie, denk ik. Evan, ik vind het echt kapot leuk. Dit is echt leuk voor de vlog. Weet je hoe wij over mensen praten en zo? Is echt leuk. Beetje cozy. Dus houd erin met je bek. Ik vind het niet zo leuk wat je zegt. Komen er nog 3. Zo. Snitsen!
Nee. Waar hebben ze koppen zien, toch? Dus hij is sowieso skaterboy. Wat voor schoenen draagt hij? Volgens mij Vans. Nike's, van ja. Die schoenen zijn lelijk. Ja. Oh, vind ik maar wel. Ik hou sowieso niet van. Nee, je bent... Oh ja, is ongelooflijk goed. Wat een goed idee. Daar zijn we weer in een kleine unboxing. Zo leuk. En ik wou dit al uitpakken. Toen dacht ik, nee, dat moet ik filmen, want ik zie een handgeschreven brief. Ja, dat vind ik altijd zo cute. Hi Marijn, wat superleuk dat wij een leuke items mogen opsturen. Ik hoop dat je de items net zo geweldig vindt als ik dat vind. Veel plezier met deze items. Liefst Jade. Cute. Van, dit is het. Leuke kaartjes, hè? En ze heeft dit helemaal cute ingepakt per item. Dat vind ik zo leuk aan wat kleinere bedrijfjes. Dat ze nog zoveel liefde in packaging en zo stoppen. Ja, dat vind ik geweldig. Oh, dit is leuk. Kijk, ik mocht ook wat uitkiezen. Dus ik heb ook wat dingen gestuurd wat ik tof vond. Hoe leuk is dit? Anne, dit vind jij ook wel wat. Zo. Dit is wel grappig, hè? Met je roze boots. Met mijn roze boots, inderdaad. Kan ik helemaal Anna-stijl. Dan dit shirt. Ik dacht voor een party wel leuk. Oh, dat is heel cool. Dit is ook... Dit vindt Dani ook amazing. Ja. Yeah. Voor een spijker, broekje eronder en dan een blouseje eronder. Wat grappig. Is cute, toch? Ja. Yeah. Oh, dit is echt precies wat ik nodig had. Een kort jasje. Oh, deze is heel gaaf. Echt een leuk zomerjasje, ja, hè? Hoe leuk is dit? Nou, dit vind ik echt heel leuk. Ja. Toch? Nee eens. I like it. Kijk nou, dit is die top. Echt een hele mooie stof ook. Lekker stretchy. Dit broekje erbij kan echt niet, maar... Voor een avondje uit met een, een leuke broek eronder. It's cute, isn't it? We kregen een heel leuk berichtje van Roy. Royalistic, you know? Of wij gezellig bij hem willen komen barbecuen. Nou, daar zeggen wij geen nee tegen. You look cute. Heel leuk dat blauwe. Ja? I like it. En ik heb deze rok van Zara aan. Topje. Die zijn heel chill. Deze is van The New Yorker. En dan deze Reebok schoentjes. Erg enig, al zeg ik het zelf. Roy, is onze tweede date nou serieus naar de kermis? Nee, what the fuck? Nee, ho. What the fuck? We gewoon lekker ergens een hapje eten. We skippen de kermis vandaag. Oh ja, en je hebt twee meegenomen ook op onze tweede date. En het wordt steeds gezelliger. Het wordt wel steeds leuker, hè? We zijn wel een beetje geüpgraded. Ja, we zijn geüpgraded. Oh, wat gezellig. Leuk, en wat een heerlijk weer. Zo, dat hebben we wel vaak. Niet normaal. We zitten even bij de stallen. Heerlijk in het zonnetje. Oh, en dan beneden. Kakai. Dit, als je dit ziet op het menu. Zoals je bij een banana. Ik had dit in Cura ook. En toen hadden ze er wel een gerecht van. Maar normaal is het dus een soep. Maar ik had dit dus nooit besteld als ik niet van Shea hoorde dat ik lekker was. Maar eerlijk, Roy, niet normaal, hè? Dit? Heel lekker. Ja. Maar carpaccio is altijd goed. Altijd goed. Toch? Dat is niet normaal. Het gaat echt nooit mis. Nou, deze ziet er wel heel vers uit. Ja, die ziet er echt top uit. Echt, En het eten ook. Oh. Ik heb dit nog nooit in mijn leven eigenlijk gehad. Nee. Dit is wel spannend, hoor. Popo is achter ons. Ze vuren, ze komen. Pak me dan. Focus dan. Goedenavond. Kom maar rijden, alsjeblieft. Jazeker. Goedendag. Zomaar dat jullie een idee hebben waarom je aan de kant zit. Snelheid waarschijnlijk. Ik denk zelfs dat je mazzel hebt dat ik geen meting heb kunnen doen. Oké. Als ik daar een meting had kunnen doen, was je hem kwijt geweest. Ja. Ik weet even niet uit mijn hoofd wat het kost, maar die ga je wel krijgen. En dan denk ik dat je er nog heel goed vanaf komt. Oké. Baal je nu ook? Nee. Nee? Ja, joh, echt zin halen, kan ik wel leiden. Ik zie het gewoon als dat uit eten iets duurder was dan ik had verwacht. Ja. Dat is wel iets. We hebben nog wel de shirt gedaan. Morning! Gisteren hebben we echt een heel leuk spel gespeeld. Dit spel. Dit is voor jong en je oud leuk. Dan ga je dus, heb je van die kaartjes. En dan ga je scannen. En dan komt dat nummer op. En dan moet je raden in welk jaartal het is. En dan krijg je een volgende kaartje. En dan moet je dus gokken of hier voor of na komt. En dan moet je uiteindelijk een rij van 10 hebben. Nou ja, als je het goed hebt, dan mag je hem er dus bij leggen. En als je het fout hebt, dan mag je hem niet hebben. En dan heb je dus niet het extra kaartje. En je kan dus met deze muntjes, als je de zanger en de titel goed hebt, dan krijg je dus zo'n muntje. En die kan je dus inzetten bij iemand als jij denkt dat die ervoor of erna is, zodat je, nou ja, extra punten. Geen idee of jullie er nu iets van snappen. Nee. Ik ben niet echt een quizmaster, maar ik heb hem besteld om aan mijn vader te geven. Mijn vader zette vroeger altijd muziek op. En dan moesten wij gokken van welke zanger het was en dat soort dingen. Dus ik denk dat hij dit echt fantastisch vindt. En dit kan je dus vanaf 2 tot 10 mensen doen. Nou ja, dat is echt heel fun als je dat met een drankje op doet. Gewoon gezellig doet. Echt heel erg leuk. En er zitten fucking veel muziekjes in. Geweldig! Hey. Goed, hè? Oh. Nou, dit is echt niet normaal. Wacht even. Ik heb een nieuw dingetje. Wat?
Wat doet hij? Oh? Huh? Oh? Oh? Hij leeft zijn eigen leven. Wacht even hoor. Nou, tegenwoordig ga ik gewoon zo vloggen. Dit is lijp, jongen. Ik ga het jullie laten zien. Kijk. Ik heb zo'n ding aan. Hallo? Hallo? Ik wil... Ho! Ho, oké. Hij is nog niet helemaal voor jou. Nee, nee, hè? Dit ding, wat je niet helemaal ziet... Nou, het is een stabilisator, zo'n stok. Ja, zie je het? Nee, je ziet het niet. Oh, hij is helemaal van de... Dat ding is... Dat ding is helemaal van een kaart, joh. Ja. Misschien is het... Oké, nee, het is een handige stok. Ja. Het is een handige stok, alleen volgens mij kan je hem alleen maar voor je telefoon gebruiken. Nou, ik weet het niet. Anyway, ik ga het proberen, want jullie werden allemaal gek in de comments. Oh. Hallo? Jullie werden gek in de comments dat ik mijn camera niet stilhoud. Dus, hier. Ik weet niet of dit inderdaad beter is, maar we gaan het proberen. Zo, dat was even gezellig met die mannen. Ido en Roy. Heel erg naar mijn zin gehad eigenlijk. En nu zijn we thuis. En nu gaan we er even voor zitten, want ik heb foto's opgehaald. En dit is zo leuk. En dit heb ik ook de vorige keer gedaan. Dat was in vlog. Hier staat hij. Ik weet het even niet. Dat ik foto's van New York van mijn wegwerpcamera aan jullie liet zien. Dus ik dacht, ik heb allemaal random foto's op van de laatste tijd. Van Curaçao, van Zweden. En daar heb ik natuurlijk ook gevlogd. Dus dat is echt super fun. Dus laten we hier weer eventjes doorheen gaan. Een beetje. Hier zie je dus even twee foto's dat we gingen snowscooteren. Dit was echt een van de leukste dingen wat ik in tijden heb gedaan. Ik heb heel veel verschillende soorten dingen gedaan. Maar snowscooteren is het fucking leuk. Ah. Deze met mijn pa. Ah, kijk nou. Hij heeft die muts echt de hele vakantie op gehad. Ik heb het bijna niet zonder die muts gezien. En het is ook een muts. Dit vind ik zo mooie foto. Je ziet geen gezicht van niemand niet. En ook niet van de honden. En daarboven aan de berg is mijn stiefzusje en mijn stiefbroer. We gingen daarvan afsleeën. Nou, dat vind ik echt, dit vind ik echt een hele mooie foto. Ik ga deze ook echt in mijn kamer zetten. Dit is de minder aesthetic picture. Maar dan van de voorkant. Met mijn stiefbroer. Lekker sleeën. Dit is wel de plek waar ik het meeste foto's heb gemaakt met mijn camera. Jij was op de terugweg. Dit is een erg leuke positie die wij aannemen. Ik heb geen idee. Dat was ook bij een tankstation. Dat ik denk, oké, laatste moment om een foto te maken hier zo. Ah, dit vind ik echt... Dit is mijn favoriete foto. Deze is echt te cute. Dit was zo fun. Curaçao was zo fun. Niet normaal. En verder waren het de mislukte foto's. Dus ja, dit waren even wat fotootjes. Erg leuk. Ik wil gewoon eigenlijk standaard zo'n camera in mijn tas stoppen. Dat ik af en toe een foto ervan kan maken. En dan kan ik elke maand random foto's uitprinten. Alleen vind ik het schijt irritant om dan naar de HEMA te gaan en terug. En dat niet vergeten en bla bla bla. Anyway. Dit was leuk, hè? Geweldig! Ja, voordat ik het vergeet, ik heb gewoon iets met mijn telefoon gevlogd. Omdat ik weer zo'n domme on ben. Die mijn camera vergeet op hele speciale momenten. Hele pikante momenten. Hele alles. Gevaarlijke, warme. Gevaarlijke, alles. Alles ja. Door elkaar. Dus, here it is. Oké, luister. De Hulker is even gaan tanken. Want Mart zei tegen mij, oké, jij hebt mij in TikTok gebruikt. Nu ga ik jou ook gebruiken. Dus we zijn de TikTok aan het opnemen, maar hij gaat heel cringe. Die Duitsers weten niet wat ze leven. Nee, die Duitsers, die stonden daar te wachten om te kijken hoe jij je kleding uitdeed. Oké, ja. Nou, dit is gewoon porno. We got it. It's a wrap. Jij bedankt voor deze show. Dat zie ik dan toch wel weer eventjes, hè, op mijn zondagavond. Dat is dan toch leuk. Wel jammer dat ik mijn vingers niet mee heb. De camera? Nee. Is niet handig voor jou? Nee, dat is weer een billendansje. Alweer? Ja, dat is elke keer als ik... Nu is het tijd om even voor AirUp een videootje te maken in de gym. Je zou denken dat ik zou gaan sporten als ik ook een video opneem. Nee, dat is niet zo. Content maken is content maken. Daar kun je niet goed concentreren. Vroeger kon ik dat wel goed, maar nu maak ik hele andere content. Dus ik ben zo verrekte moe. Dus dat is ook prima. Even een videootje knallen en dan gaan we morgen weer keihard sporten. Keihard trainen, Bobo. Ja, keihard trainen. Ach man, houd toch je bek. Precies, dus prima. Ik weet niet eens waar de vlog is geëindigd gisteren. Ik heb nog iets gefilmd met Mart, geloof ik. Oh ja, hij ging natuurlijk eventjes tanken. Anyway, ik ben nog bij Don. We zijn weg. En I feel crazy. I feel not like fun crazy, but stupid crazy. Oké, it's fine. Dat heb je af en toe. Ik weet het ook niet helemaal. Ik ga mezelf zo opvrolijken om naar een boekenwinkel te gaan hier. Want daar heb je altijd hele leuke knutseldingen. Don zei dat die heel erg leuk was. Dus dat ga ik doen. Ik zit ook nog steeds volledig in dat traject met dat sporten. Which is very nice.
niets. Ik train elke week samen met een personal trainer. Ik ga daar binnenkort video's mee maken. Dus die zie je natuurlijk verschijnen op TikTok. En verder heb ik het zeker wel naar mijn zin dat ik zoveel train en op mijn eten let. Ik hou alles bij van wat ik eet. Het begin best wel lastig. Ik had op het begin ook best wel trek. Ik zit rond de 1800 calorieën. Maar nu heb ik dat gelukkig niet meer. Kijk, als je de juiste dingen eet, dan hoef je helemaal geen trek te hebben. Nu weet ik ongeveer wat ik moet eten. Dus dat scheelt gewoon heel erg in de calorieën en hoeveel ik kan eten. Een van de eerste keren dat ik lunch ging maken en ging tracken, wat ik eigenlijk, als dat normaal doe ik het gewoon op gevoel, was ik echt 1000 calorieën al kwijt aan havermout. Dat is natuurlijk niet handig. Ik wil niet te veel over calorieën en zo praten, want ik weet hoe triggerend het kan werken, want daar kan ik ook best last van hebben. Ik had verwacht dat ik obsessiever zou zijn doordat ik het nu track wat ik eet, maar dat valt me dus mee. Vroeger had ik dat enorm, dat ik dat echt heel erg moeilijk vond en wat ik qua eten allemaal binnennam en dat ik bepaalde dingen dan echt van mezelf niet mocht eten. Maar Basje zei tegen mij, Marijn, je mag alles eten. En dat gaf mij zoveel rust. Van het idee van, ja, ik mag ook inderdaad alles eten. Het is gewoon, het moet gewoon even erin passen. Dus als ik vanavond lekker uit eten wil, is helemaal prima. Maar let gewoon eventjes op je lunch. Weet je, ik heb er ook echt geen problemen mee om nu gewoon twee dingen, roze broccoli, naar binnen te werken. Dat ik me vol voel en dat ik weinig calorieën heb gehad. Om vanavond gewoon lekker uit eten te gaan en frietjes te bestellen bijvoorbeeld. Kijk, als ik aan mijn eiwitten kom en dat soort dingen, dan kan dat allemaal gewoon. Als je het niet elke dag doet, is het prima. Ik train niet in een week, zeg maar. Maar ik train in een tijdslot van 9 dagen. Dus in 9 dagen train ik 6 keer. Waarvan 3 rustdagen zijn. Snappen jullie dit? Leg ik het heel onduidelijk uit. Eerst heb ik een leg day, dan upper body, dan rustdag. Leg day, upper body, dan rustdag. Yes. En dan doen we het hele riddeltje nog een keertje. Dus het is niet dat ik vast op dinsdag bijvoorbeeld een rustdag heb. En nu heb ik dit weekend 2 rustdagen gehad, want ik was back off. En ik zou trainen op een rustdag met mijn personal trainer. Maar dat gaat niet meer door, dus nu moet ik 4 dagen achter elkaar knallen. That's crazy. Right? Normaal train ik altijd in setjes van 3 en dan ga ik hoger met mijn gewicht. Maar nu doen we een uiterste, zeg maar. Een vast gewicht en daar doen we 3 sets op. Hier heb ik dus mijn schema. En dan zie ik hoe vaak ik het moet doen. En dan hou ik het hierbij zelf. Hoe vaak ik het heb gedaan en hoeveel gewicht ik heb gedaan. En ik ben heel erg blij dat ik dit schema heb. Want het is even wat anders dan wat ik normaal deed. En over 3 maanden, jongens. Jullie gaan schrikken. Dat je denkt, jeez, this bitch worked hard for her ass, you know? Ja, daar heb ik zin in. Mijn quads, dat zijn zo je bovenbenen, weet je wel. Die zijn best wel dominant. Dus ik heb best wel hier al best wel een ronding van mezelf. Omdat mijn bovenbenen best wel sterk zijn. En als je gaat squatten, dan activeer je die ook. Daar ga ik dus wat minder op trainen. Maar ik ga meer op hamstrings trainen en op billen. Because we still need some ass, you know? Huh? En ik ga focussen op rug en schouders. Want ik vind schouders gewoon heel erg mooi. Ik hoef niet per se bredere armen of wat dan ook. Maar ik vind schouderkoppen gewoon heel erg mooi. En als je rug breder is, dan lijkt je figuur, ook je taille ook slanker. Dan heb je een zandloperfiguur. Dan krijg je meer een zandloperfiguur. Which is very nice. Sorry hoor, maar I can't. Deze oudjes op die bankjes, ja. Den ken ik wel weer janken, maar dat wisten jullie al. Ik ben een beetje undercover, zien jullie dat? Ik had net ook mijn koptelefoon op. Ik vind dat altijd wel een leuk sfeertje. Ik hou er wel van. We gaan even een boekenwinkel in. Er is nu een vrouw aan de kassa en die zegt, het is nog niet van mijn bank af en ik voel me helemaal niet goed als ik dit boek nu in huis heb, wanneer het nog niet is afgeschreven. Wat een eerlijke mensen. I love it. Dat heb je in wat kleinere dorpjes. Dan krijg je dit. In Amsterdam zou je dit niet zien. En dit is ook zo oldschool. Stabilo's. Nou, hier krijg je een ruzie om op school. En het is echt bizar duur voor een pen. Maar deze stiften en die vullingen waren hartstikke duur. Echt, alleen de populaire mensen hadden dit. Oh mijn god, deze. Ja, en dan in de gaafste kleuren en zo. Oh mijn god, zo leuk. Zulk soort dagen moet ik af en toe gewoon echt eventjes lekker tot mezelf komen. So, then I buy a lot of stupid things. Wat ik dan echt eventjes heel erg kan waarderen. Dus ja, waarom zou ik het ook niet doen? Anyway, het was zo ASMR hoe zij dit had ingepakt. En ze vroeg voor een cadeautje bij, ze had er zit ook een cadeautje bij. Binnenkort heb ik namelijk een feestje van Enzo en Myron. Waar ik heel veel zin in heb. Maar toen dacht ik, ja, wat moet ik nou mensen geven die alles al hebben? Wat moet je daaraan geven? En toen dacht ik, oké, ik ga iets doen wat bij mij past. Wat ik hun gun. En toen kwam ik een rood steentje, want hun thema is natuurlijk ook rood. Kwam ik een rood steentje tegen met daarop de boodschap zo van om te aarden. Toen dacht ik, ja, ze hebben nu net hun huisje en ik hoop dat hun goed kunnen aarden daar. En ja, een beetje zweverig het steentje daaraan bij te dragen. Want dit is een steentje, snap je? Edelsteentje.
En dan heb ik een heel lief kaartje. En dan hun zijn beide bijna tegelijkjarig, geloof ik. En dan heb je twee van die feesthoedjes. En ik dacht even iets geks. Een kameel met flippers en een snorkel. En feesthoedjes op zijn twee feesthoedjes voor hun beide. Eén rooi en één rood. Nou, dit vond ik helemaal bij hun passen. Soms moet je iets vinden. Dit is 18 krachtige gedachtes. En het is basis van ervaring, bla bla, hoe je gedachten en emoties kon sturen. En hoe dit verrassend positieve kijk op het leven kan geven. Nee, dat is niet waar. Ik lees verkeerd. Anyway, het gaat ook een beetje over manifestaties en dus positief kijk, bla bla bla. En dit zijn 18 van die hoge stukjes. Dus ik kan gewoon elke keer zeggen, oké, ik lees nu eventjes deze. En dan weet ik, dan ben ik bij 5. En het zijn hele korte dingetjes. Wat heel fijn is. Want zo lees ik een boek misschien ooit uit. En ze had deze voor mij ingepakt. Ze zei, zitten er cadeautjes bij? En toen dacht ik, hell yeah, dit is een cadeautje voor mezelf. Dus ja, ik laat het inpakken alsjeblieft. En ze heeft dit zo ASMR ingepakt. Ik vind sowieso boeken best wel ASMR. Weet je wel dat je vroeger mooi inpakpapier had en dat dan heel voorzichtig ging openmaken zodat je hem nog een keertje kon gebruiken? Mijn moeder deed dit ook altijd met strikjes en zo. Dat is zo schattig. I bought this for myself. Ik heb echt een kwartier en kijk hoe prachtig dit is. Eventjes in de zon. Look how freaking pretty this is. Toch? Ik heb echt ik denk wel een kwartier naar al die boekjes staan staren. Welke het meeste voelt alsof ik die moet gaan gebruiken. I love boekjes. Ik hou van opschrijven, dat soort scheizen. En dit is gewoon een soort schriftje. En ik zag dit en ik denk, oh, dit is zo mooi. Ik ga dit gewoon gebruiken als mijn beste ideeënboekje. Dus als ik een idee heb, dan ga ik het niet in een lelijk klapboek schrijven. Nee, ik zet hier al mijn beste ideeën in. Alle dingen, alle doelen die ik wil bereiken en zo. En ik ga dit ook niet voor andere dingen gebruiken. Zo, ze is weer even in Friesland. I love it. Met Mamsie en een dikke bril. En mijn Stiefvati heeft hier een bootje. En die is hier helemaal aan het opschuren, toch? Ja. En hij gaat er geschilderd worden. Dus ik ben heel erg benieuwd. Ik heb hem ook al eventjes niet gezien. We gaan even kijken. We weten niet eens of hij hier is. We zijn gewoon eventjes langs gaan rijden. Maar dit is nou heerlijk, hè? Oh, wat hou ik van Friesland. Ik had een feestje van een vriendinnetje van mij. En er waren allemaal oude vrienden van mij vanuit Friesland. Dus dat vind ik altijd heel erg leuk om er even heen te gaan. Wat erg gezellig. Ze hadden een boho chic thema. Dus ik had dit jasje van Anne geleend. Nou, enig, hè? Geweldig! Is dit hem? Oh, ik ben dus nog nooit... Hoe lang hebben jullie deze boot al? 4, 5 jaar. Ik ben nog nooit mee geweest op de boot. 4, 5 jaar hebben we hem. Zo, maar hij ziet er oud uit, ja? Hallo. Hallo, Waddo. Hoi. Even kijken bij jouw harde werk. Ik weet nou niet of hij blij is of niet. Zo, hoe lang ben je hier al mee bezig? Dit is de derde week. Oh, de derde week. Nee, joh. Oh, wat heftig. Zo. Nou, stel voor dat je dit allemaal moet gaan schuren, joh. Holy knijter. Ja, dat is natuurlijk gewoon een oude boot. Dus dan heb je al die schuurplekken. Dus allemaal weer stof. Ja. Ik heb hem denk ik al 10 keer stofvrij gemaakt. Ja, zie. Maar als hij dan geverfd is, is hij dan is hij wel heel mooi. Maar hoe moet je dit gewoon zo verven? Met een roller? Ja, je kunt het ook met een kwast doen, maar het duurt nog langer. Ja, dat is waar. Maar wat een kutwerk, zeg. Nou, nog gisteren was ik helemaal klaar ermee. Ja, dat is... van, waarom heb ik godverdomme niet gewoon een nieuw boot gekocht? Ja, dat pleuris, kan altijd. Dat pleuris ding eruit en weer leven. Ja, nou, dat had gekregen. Ja, dat is zo. Ik snap het. Dit wordt, tot hier wordt het... Nee, helemaal. Oh. En dan komt hier een witte streep. Dus oh. Kijk, kan je hier zien? Vanaf hier, ja. Waar mijn vinger zit. Yes. Dat wordt grijs. En hier ook nog een klein stukje grijs, denk ik. Weet ik niet meer, we zien het wel even. En dit wordt wit. Ja, oké. Okay. Zit even gezellig aan het water. Kijk nou, dat bootje en dat Friese vlaggetje. Dat is dan toch gezellig, hè? Waar zitten we? Hoe heet dit? Hotel Anne Klare. Ja. En jij hebt de toffe peer. Ik heb de toffe peer. En dat is, wat zit erop? Blauw schimmelkaas met stroop en peer. Oeh. Dan heb je zoet en... Heel lekker. Kan je thuis ook wel maken. Ja. Oh. Heerlijk. En ik heb lekker een omeletje. Ik zit natuurlijk nog steeds in dat traject met Bas, met personal training. Dus ik hou het zo gezond mogelijk. Maar dit past... prima en met dieet. Zijn daar! Wie zijn daar? Hey! Ja, ik zal de deur open doen, maar ah, dit vind ik altijd zo gezellig. Je wordt altijd vrolijk ontvangen als de hondjes er zijn, hè? Hey! Hi, Yin en Yang! Ja, blij, hè? Teddy blij! Ah, te blij! Ah, mijn schatjes. Wat jullie toch verteld over die lama, mijn moeder dan af en toe.
oude cadeautasjes en dingetjes of papiertjes in doet. Nou, dit is dus die la. Allemaal touwtjes, frutseltjes. En hier, oh, als ik hem dicht krijg. Hier dus ook nog allemaal oude kaartjes en cadeautasjes. Dat is leuk, hè? Dit is een knutselmandje. Daar gaan ze. Vaarwel. En nu ga ik richting Amsterdam. Weer naar mijn andere huis toe. Koffertje bij. Hoe kan ik nou een koffer hebben voor een één nachtje? Ik verbaas me elke keer weer. En het is alweer de volgende dag. Van het uitzwaaien in Friesland weer naar het mooie Amsterdam. En we hebben al afspraakjes gehad en zo. Dus ik denk dat het tijd is om vaarwel te zeggen tegen jullie. Ja, voor deze week dan. Eventjes. Want volgende week zijn we er natuurlijk weer. Vergeet niet te abonneren. Want hoe gezellig is dat? Doe dat nou even. Alsjeblieft. Bedankt voor jullie support. Ik hoop dat jullie een geweldige dag hebben. En dat jullie ook genoten van deze vlog. Dikke toet. En tot de volgende. Zeg maar doei doei. Dan die zakken, die legt hij daar, ja. Dan heb je een twee persoons bed. Maakt hij ook dat geluid? Maakt hij ook dat geluid?